De gemeente Utrecht gaat de openbare ruimte vanaf de Bernadottelaan tot en met de Bevinlaan vernieuwen. U kon daarover meedenken. We hebben verschillende informatiebijeenkomsten georganiseerd waar u uw mening kon geven. Alle ontwerpen hebben we nu in concept gereed. Projectleider Maarten Hensbroek en ontwerper Michel Lachs vertellen u wat we gaan doen. Ja, we staan hier langs de Roosveldlaan, onderdeel van het projectgebied Bernadottelaan, Bevinlaan. Michel, kun je ons vertellen wat gaat hier gebeuren? Wij gaan hier de openbare ruimte aanpakken, we gaan de straten vernieuwen en we gaan het groen uitbreiden en heel veel bomen toevoegen. En dat doen we onder andere met de Roosveldlaan, Marshalllaan en de Troemenlaan, met name tussen de Bernadottelaan en de Bevinlaan. En dan doen we de Bernadottelaan en de Bevinlaan, plus de Nanslaan en Gosperilaan helemaal. Als je bewoners vraagt wat ze missen in de wijk, dan zeggen ze vaak meer groen. Ja, dat kan ik me wel voorstellen, want Knaleneiland heeft relatief weinig groen. En dat gaan we veranderen. Door de hevige regenbuien hebben we meer groen nodig om het water op te nemen. En juist in de hete zomers zorgt groen voor verkoeling. Daarom gaan we zoveel mogelijk extra bomen planten en zoveel mogelijk extra groen maken. En er gaat ook flink wat veranderen aan de verkeerssituatie. En dat is ook wel nodig, want momenteel zijn de straten erg breed en daardoor rijden mensen veel harder. En het is ook gevaarlijk om over te steken. Veel mensen vragen ons of we iets kunnen doen aan de verkeersveiligheid. En dat zit ook in het project. De straten worden smaller, er komen drempels. En het wordt duidelijker waar je wel en niet kan parkeren. Het aantal parkeerplaatsen straks baseren we op het aantal auto's wat er op dit moment in het gebied is. En er komt ook nieuwe riolering. En dat betekent flink wat graafwerk. Alle asfalt en alle bestrating moet eruit. Ja, en daarom gaan we ook meteen de bestrating aanpakken. Dus nieuwe klinkers op de straat en nieuwe tegels op de stoep. En er zijn ook nog de twee plantsoenen langs de Bernadottelaan en de speelplekken in de Nanslaan en hier in de Gasperilaan. Afgelopen zomer organiseerden we bewonersbijeenkomsten. Hier kon u laten weten wat u wilt dat er gaat gebeuren bij de plantsoenen. We hebben alle meningen en reacties meegenomen en hebben nu de ontwerpen voor deze plantsoenen in concept gereed. De speelplekken in de Nanslaan en de Gasperilaan blijven zoals ze nu zijn. U wilt natuurlijk graag weten wat er precies in uw straat gaat gebeuren. Daarom hebben we op de website per straat gezet wat waar gaat gebeuren met een plattegrond erbij en een schets voor een beeld van wat het ongeveer gaat worden. En wanneer beginnen dan eigenlijk de werkzaamheden? Ja, het is nog een hoop werk in de voorbereiding. Ga ongeveer uit van 2023. U kunt reageren op het conceptontwerp via de website www.utrecht.nl Bernadottelaan, Bevinlaan.